Nee, het is net zo deze. Goedemorgen jongens. Middag. Wij hebben staan hier. Ingenieur Vuurko. Is hij allemaal staan? Hey, we hebben Vuurko staan. Ik vind het een mooie machine. Ik vind het echt een super mooie machine. Ik vind het mooier dan de MP3. Vooral die voorkant ziet er een beetje eng uit. Zo dik. Dat ziet er keurig uit. Wat hebben we gedaan? Kom even kijken. Hier zo. Dit is gewoon dus een Vuurko 500 en LT. Dus waar je autorijbewijs voor moet hebben. Die jongen komt. Daar komen de jongens vandaan uit Den Haag. Ik weet niet. Ik volg niet meer waar mensen vandaan komen. Ik heb daarvoor een uur ben staan. Die jongens komen uit Leeuwarden. Of Drecht? Leeuwarden. Leeuwarden, ja. Wat verder? Drecht of Leeuwarden? Lichtkant, vanaf aan. Vanaf Utrecht. Van, ja, in ieder geval. Wat is 185 kilometer. Ja, 180 kilometer wil ik net zeggen. Ja, kan op, ja. Dus mensen komen door het hele land komen ze vandaan. Dus uit het buitenland komen ze voor mij. Waarom? Ze weten, er wordt hier met liefde gesleuteld. Even een keer die kant op glijden met de camera. Dus, het ziet er gewoon overal keurig netjes uit. Het ziet er gewoon mooi netjes uit. Loop maar hier, we hebben hier een mooie camera staan. Daar zijn we bezig mee. Servicebeurtje, weg wat onderdeeltjes, die komen mooi hier binnen. Als je kijkt, het ziet allemaal netjes, klaargelegd. Het ziet er gewoon allemaal keurig uit bij mij. Maar anders glijden we aan de andere kant op. Ik wil je wat uitleggen over deze motor. Hij zegt Isa. Hij zegt de motor. Het loopt mij vanaf. Hij zegt moet wat mee trekken. Ga ik het zo vertellen. Hij zegt die rempedaaltje die hier zat. Hij heeft daar een rempedaaltje. Hij zegt Isa, dat ding moet er vanaf. Hij zegt haal dat ding er vanaf. Want hij zegt als ik rij, ik heb er last van. Dus hier heeft een rempedaaltje gezeten. Kijk, die heeft hier gezeten. Die hebben we er vanaf gekoppeld. Die hebben we vanaf gehaald. Dit blijft maar onder, kom ik dan uit. Niet veel slinger. Kijk. Die heeft dit zo hier gezeten. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb het er vanaf gehaald. Ik heb een nieuwe platform besteld. Dus wat ik ga doen, is dit is er vanaf. Halen we er vanaf. Helemaal klaar mee. Afgekoppeld. Hij zegt, ik vind het fijne. Kijk. Hij zegt, ik rem gewoon met de normale rem. Ik heb hem er vanaf gekoppeld. Hij vindt het gewoon niet fijn. Ik begrijp het. Dat is zo'n rare ding daar. Nou kun je je benen beter neerzetten. Dus ik heb die van hem er vanaf gehaald. Dat halen we er vanaf. Als je met de andere kant loopt, die kant ook. Of maar dat kan ook goed. Wat hebben we gedaan? We hebben het dekkeltje losgemaakt. We gaan er een nieuw snaartje in monteren. Uiteraard maken we het altijd de koppelingjes schoon en zo. Ja. We hebben hier een J. Costa. Die gaan wij erop zetten. Die J. Costa Vario. Gaan we monteren bij de Gilera Vuurko. Hij zegt, Isa, ik moet ietsjes meer kracht hebben. Er moet in één lijn mooi doorgaan. En daar is inderdaad is J. Costa daar super goed in. Kost een klein beetje geld zo'n koppeling. Maar maakt niet uit. Maar het is super mooi. Even kijken. Dit is een van de laatste typen van J. Costa. Moet je kijken. Super mooi. Een super, echt een mooi koppeling. Deze koppeling gaan we monteren op de motor. En daarna lekker rijden. Dan gaan we kijken wat die motor gaat doen. Hoe die motor reageert. Uiteraard. Hij had ook een probleem in zijn teller. Gaan we even ook even naar kijken. In zijn toerteller. Kijk, van zo'n motor word je blij van, weet je, als je naar kijkt. Het ziet er allemaal keurig netjes uit, het ziet er allemaal verzorgd uit. Het is mooi dan, dit is mooi. Je mag ietsjes meer betalen. Je mag ietsjes meer centen betalen, maar als je maar wat moois koopt, dat is het belangrijkste van alles. Als je maar een mooie motor koopt. En er wordt veel gekloot met die tellers, dus als jullie een motor kopen, pas op, kijk goed. Als jullie het niet weten, dan komen jullie gewoon langs, maak je een afspraak bij mij, wil ik nakijken of het wel allemaal klopt. Ik kan geen garantie 100% geven, maar we kennen wel heel veel zien. We kennen wel, een hele hoop kennen wij, betekenen voor de mensen, zeg maar. Iemand die er geen verstand van heeft, of die er een klein beetje verstand heeft, is niet hetzelfde als mij. Als ik naar een motor ga, ik ga jullie een voorbeeld. Ik hoef de motorblok niet te horen. Als ik een motor zie, ik zie gelijk,
Ik maak gelijk een schat over die motor. Als eerst, als ik een motor zou kopen, wat doe ik als eerst? Als eerst... Weinig mensen achterop gezeten. Hij is iets zwaarder iemand op gezeten. Hij is ingedeukt hier. Ik voel aan de zaal, zie ik al wat ermee gebeurd is. En als je dit voelt, is een dikkere iemand op gezeten. Motor op ongeveer tussen 4 en 15.000 kilometer gelopen. Dat voel ik. En dan kijk je naar de handvaten. Handvaten kun je vervangen. Dit komt allemaal overeen wat ik gezegd heb. Remheveltjes. Rondom de motor kan ik gelijk al zien hoeveel kilometer die motor heeft. Wat hij heeft gedraaid. En ook, als ik voor een motor sta. Kom hier, als ik voor zo'n motor sta. Ik sta voor zo'n motor, hè. Kijk. Ik doe zo. Ha. 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 Ik voel... gelijk of een motor schade heeft of geen schade heeft. Dat voel ik gelijk. Aan die randen. Kijk. Ha. Ik voel gelijk schade of geen schade. Zit die krom, heeft die niet krom gestaan. Maar dat stukje ervaring heb ik gehad. Ik heb vroeger ook schade gerepareerd. Ik denk twee jaar heb ik schade gedaan. Ik heb automonteur, laster heb ik gedaan. Ik heb ook schade gedaan. En daar ken ik zie aan dingen. Ik ben geen professioneel, maar ik ken wel voor mij, wat ik nodig heb, zie ik genoeg aan. Als ik eronder ga hangen, kan ik kijken, dan zie ik, voel ik aan dingen. Is het een schade ding geweest, is het geen schade ding? Kan ik heel snel zien, zeg maar, een motor. Dus als jullie een motor kopen en jullie begrijpen het niet, jullie komen er niet uit, komen jullie gewoon langs mij, wil ik best wel nakijken voor je, dan weet je zeker goed of niet goed. Een motor mag veel kilometers hebben gelopen, maar als er met liefde mee is omgegaan, daar gaat het om. Ik heb een motor staan, die heeft gewoon 220.000 kilometer gelopen. Maar die motor van mij, ik aai hem. Elke ochtend ga ik er langs, doe ik zo met die motor. Ik heb een BMW van een RT1100. Ik praat met hem. Ik zeg tegen hem, Jochie, binnenkort haal ik je eruit. Gaan we lekker rijden, gaan we mooie ritten maken. Ik praat met mijn motor. En dan is een soort contact wat je maakt met de motor. Er komt volgens mij eten aan, hè? Of niet? Eten!